Psst, Cheryl! Wat? Ik ben wakker. Oh, oké. Okay. Kijk eens aan. Ah, top, bedankt. Dat is eigenlijk best wel makkelijk. Tada! Serieus? Oh, ik snap hem. Laten we het opnieuw proberen. Het gaat niet meer weg. Oh, permanent. Ik kras er wel overheen. En dan poets ik het weg. Niemand die erachter komt. En nu het juiste antwoord. Wat vind je hiervan? Waarom zijn we ook alweer bevriend? Dit klopt niet. Kom op, ga er nou in. Ik denk dat ik misschien te veel dingen in mijn kluisje heb. Ga alsjeblieft dicht. Bijna. Eindelijk. Phew. Ik dacht dat dat nooit... Auw! Ik voel me slaperig. Cheryl's kluisje is open. Dat is vreemd. Cheryl? Gaat het? Cheryl, word wakker. Ik wil niet naar school, mama. Ik moet haar helpen. Maar hoe? Deze tas ziet eruit alsof die nuttig kan zijn. En deze magneet. Dit kan misschien werken. Ik plaats de tas in het kluisje en haal hem op zijn plaats met de magneet. En ik doe hetzelfde aan de andere kant. Dit moet goed zijn. Dan vul ik de tas met Cheryl's spullen. Dit zal helpen Cheryl's kluisje op orde te houden. Wauw, ze heeft heel veel spullen. Wat een verschil. Ik denk dat ik Cheryl maar beter kan helpen. Joehoe. Ben jij een engel? Oh, jij bent het maar, Luna. Ik heb je kluisje voor je opgeruimd. Ik kan nu eindelijk alles zien. Wauw. Het is zo netjes. Ik vind het geweldig. Dank je. Je bent de beste. Geen dank. Kun je me nu laten gaan? Je plet me. Natuurlijk, beste vriendin. Ik kan maar beter mijn boeken pakken voor de les. Oeps. Doe alsof je dat niet zag. Luna heeft alle antwoorden. Ik ben zo blij dat ik dit weet. Ik ben zo blij dat Luna weer weet wat ze doet. Met een klein beetje hulp. Ik moet snel zijn. Nee joh, ze is aan het spieken. Dat is zo genieperig. Cheryl, shh. Stop ermee. Maar dat is zo gemeen. Dat is prima. In plaats daarvan neem ik gewoon een snack. Ik heb dit nodig. Chocolade. Is dat snoep? Het ziet er zo lekker uit. Ik wil het ook. Ik heb zo'n honger. Het is zo lekker. Hey Cheryl, mag ik een stukje? Kijk eens aan. Nee. Genoeg. Alsof ik bang voor je ben. Kom dan. Er is maar één oplossing. Heeft iemand een raam geopend? Eén reep. Meer. Wat jij wil. Neem het maar. Geef me de antwoorden. Meer. Vooruit. Blij. Het was me genoeg om zaken met je te doen. Dankjewel, vriendin. Bedankt. Ik haat studeren. Dit is zo handig. Wat gebeurt hier allemaal? Ik ben zo teleurgesteld. Geef ze aan mij. Nou, nablijven, jullie allebei. Ik kan het niet geloven, amateurs. Zo neem je stiekem eten mee de klas in. Lekker. Ik hou van deze baan. Ik heb zoveel zin in kunstles. Oké, klas. Vandaag wil ik dat jullie een kat tekenen. Kijk naar zo'n schattig gezicht. Begin maar. Oh, dit is lastig. Dit is een staart. Wauw, dat ziet er slecht uit. Klaar. Ik heb me een beetje gehaast, dus het is niet mijn beste werk. Wat? Ongelooflijk. Dit is de ergste dag. Geef me dat. Oh, maar je bent het waard. Ik heb een idee. Dit kan werken. Als ik het elastiekje om de pennen wikkel en ik doe hetzelfde aan de andere kant, dan kan ik de kat traceren in mijn notitieboekje. Het werkt. Zolang ik de lijnen volg, wordt het een perfecte kopie. Wauw, dat ziet er zo goed uit. Het is perfect. Ik ben onder de indruk, Cheryl.
Bedankt, ik ben een natuurtalent. Een voldoende? Prachtig, zoals altijd, Luna. Een 10. Blijf zo doorgaan. Bedankt. Oh nee, hij is nog steeds aan het printen. Shh, stop. Wat? Niets aan het handje. Ik haat kunstles. Dit is zo moeilijk. Ik snap het niet. Nee, dat klopt niet. Ik moet snel zijn. Dit maakt het zoveel makkelijker. Ahem. Zo leer je het nooit, Cheryl. Mag ik naar het toilet? Ga, wees snel. Ik ga dit vak nooit halen. Oeh, ik neem een glas water. Ik heb echt even pauze nodig. Ik moet een plan bedenken. Wacht eens even, ik weet het! Dit is nutteloos. Dit is een geweldig idee. Ik zal de cijfers op deze beker schrijven en schuif er dan nog een beker overheen. Ik zal de tekens van optellen en aftrekken op de beker tekenen en dat herhalen we nog met meer bekers. Nu hoef ik alleen de bekers te schuiven om het juiste antwoord te krijgen. Ja, ik weet het. Ik zou dat antwoord nooit hebben gekregen. Het is zo makkelijk nu. Ik moet bijna mijn tenen gaan gebruiken. Misschien moet ik Luna helpen. Hé, hou je sokken aan. Gebruik dit. Wauw, bedankt. Wacht. Wat doe je? Oh, ik heb het geprobeerd. Ik ben zo in de war. Je bent zo dromerig. Nee, Luna. Je ziet er goed uit. Dit is zo ongemakkelijk. En zo irritant. Genoeg. Het is elke dag hetzelfde met jullie twee. Wauw, rustig aan. Ik heb een idee. Ik weet hoe ik met Kevin moet praten zonder Cheryl te irriteren. Eerst bedek ik mijn notitieboekje met plakband. Dat zou goed moeten zijn. Dan knip ik een vierkant uit deze spons. Precies zo. Vervolgens breng ik wat lijm op de spons aan. Ik heb niet te veel nodig. En ik plak de spons op deze pen. Nu schrijf ik een bericht voor Kevin. Zo. Hey, geef dit door aan Kevin. Dit is voor jou. Neem het aan. Super, ik kan maar beter antwoorden. Hoe is dit beter dan net? Ik vertel het aan de docent. Juffrouw! Ik pak die wel. Ik kan maar beter bericht wissen. Ik kan niet wachten tot vanavond. Geef hier, juf! Kijk dit eens. Ja, Cheryl. Ze geven briefjes door, kijk. Maar het was daar. Verspil mijn tijd niet, Cheryl. Het was een briefje. Ik zag het. Met mijn eigen ogen. Oh nee, mijn toets. Ik ga falen. Nee. Tot vanavond. Ik kan niet wachten. Laten we eerlijk zijn. School kan moeilijk zijn, maar met deze hacks kun je de dag een beetje makkelijker maken. Wat is jouw beste schoolhack? Laat het ons weten in de reacties hieronder. Vergeet niet om deze video met je vrienden te delen en vergeet je niet te abonneren op ons kanaal voor nog meer leuke video's zoals deze.